Ja, en met die waarschuwende woorden gaan we natuurlijk gelijk van start. Voorzitter, op 31 juli vorig jaar heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in een zaak tegen Nederland bepaald dat de TBS-maatregel niet langer dan 4 jaar mag duren als de rechter niet expliciet in het vonnis heeft aangegeven dat de TBS-maatregel is opgelegd vanwege een geweldsdelict. Alleen als uit het vonnis blijkt dat sprake is van een geweldsdelict, kan de TBS volgens het Europese Hof langer duren dan 4 jaar. Als gevolg van die uitspraak heeft de staatssecretaris een taskforce TBS ingesteld. De taskforce heeft onderzoek gedaan naar 2.396 dossiers van TBS-gestelden. En uit het onderzoek is gebleken dat in 52 gevallen de maximale duur van de TBS nog niet is bereikt en in 59 gevallen is de maximale duur van 4 jaar wel bereikt of overschreden. Aldus kan volgens de staatssecretaris in 111 gevallen de uitspraak van het Europese Hof problemen opleveren en wel zodanig dat 111 niet uitbehandelde TBS'ers terug in de samenleving zouden kunnen komen. Voorzitter, de PVV trekt het optreden van de staatssecretaris en ook de juistheid van de cijfers in deze kwestie om een aantal redenen op zijn zachts gezegd in twijfel. In de eerste plaats wil de PVV van de staatssecretaris weten waarom hij direct na de uitspraak van het Europese Hof besloot een taskforce in te stellen, terwijl dat helemaal niet nodig was. Het Europese Hof heeft namelijk helemaal niet geoordeeld dat de wetgeving niet juist was, maar dat de motivering in het vonnis mogelijk niet voldoende was. Het Hof heeft ook een uitspraak gedaan in een individuele kwestie en van een zogenoemde pilot judgment, waar Nederland op de vingers werd getikt vanwege onduidelijke wetgeving, was ook geen sprake. Waarom heeft de staatssecretaris niet rustig de uitspraak van de Hoge Raad afgewacht in een lopende zaak, voor hij een heel taskforce-circus opzette? De staatssecretaris wist immers dat er cassatie in belang der wet was aangetekend. Dus hij wist dat er een uitspraak zou komen op afzienbare termijn in een vergelijkbare situatie. En voorzitter, zelfs als hij die kwestie gemist zou hebben, dan had hij een uitspraak van het gerechtshof Arnhem kunnen gebruiken. Die uitspraak was er al voordat de taskforce haar werk ging doen, want het is een uitspraak van 8 november vorig jaar. En de uitspraak dateert dus ook van na het oordeel van het Europese Hof. En die uitspraak is eenvoudig te vinden, want je moet gewoon gaan kijken naar uitspraken van de verlengingsrechter en niet naar rechtbankvonnissen. En er is maar één verlengingsrechter, namelijk het Hof in Arnhem. Dus dat maakt het zoeken kinderlijk eenvoudig. Maar nee, voorzitter, de staatssecretaris zette een taskforce-circus op. Daarnaast had de staatssecretaris ook nog 2 andere mogelijkheden. Als de staatssecretaris meent dat inderdaad verkeerd gehandeld is in de zaak die voor het Hof is gekomen, waarom is er dan geen poging gedaan de zaak minnelijk te schikken? Dan had die kwestie niet de maatschappelijke impact gehad als nu. En als de staatssecretaris meent dat de uitspraak van het Europese Hof niet juist is, waarom heeft hij de zaak dan niet voorgelegd aan de Grand Chamber? Die oordeelt nog wel eens anders dan de driekoppige Kamer. Voorzitter, de staatssecretaris heeft door zijn handelen de Nederlandse burger de stuipen op het lijf gejaagd, want na het onderzoek door de niet noodzakelijke taskforce stelde hij dus, zoals ik al zei, dat er mogelijk 111 TBS'ers op vrije voeten zouden komen. 111 personen die voor een ernstig misdrijf zijn veroordeeld. Dus voorzitter, graag een reactie van de staatssecretaris en dan liefst de mededeling dat hij dit nooit meer zal doen. De staatssecretaris is er voor de Nederlandse burger en niet voor het Europees Hof, dat zelfs niet eens om een taskforce heeft gevraagd. Meneer Van der Steur. Voorzitter, ik moet eerlijk zeggen dat ik met veel respect heb geluisterd naar het verhaal van collega Helder, maar dat mij de oren werkelijk van het hoofd vallen, dat op het moment dat de staatssecretaris niet gedaan zou hebben wat hij gedaan heeft, dan had mevrouw Helder hier gestaan met de mededeling: deze staatssecretaris heeft grote risico's genomen, omdat er een theorie honderden, had mevrouw Helder dan gezegd, TBS'ers zouden kunnen vrijkomen. Nu de staatssecretaris dat wel gedaan heeft en de Hoge Raad dat gerepareerd heeft, lof voor de Hoge Raad, wordt het verhaal nu gezegd dat de staatssecretaris het allemaal niet had hoeven doen. Voorzitter, ik ben erg blij dat deze staatssecretaris dat gedaan heeft en vraag mevrouw Helder of ze niet ook kan toegeven dat in ieder geval de staatssecretaris gedaan heeft wat hij had moeten doen om de veiligheid van de Nederlandse samenleving te garanderen. Mevrouw Helder. Ja, voorzitter, ik vraag me af of de heer Van der Steur in het reces wel uitgerust heeft, want ik heb nou net uitvoerig uitgezet waarom ik meen dat de staatssecretaris verkeerd heeft gehandeld. Dus ik kan mijn hele pleidooi nog wel een keer gaan herhalen, dus dat vind ik geen enkel probleem. Maar ik denk niet dat u daarop zit te wachten. Ja, voorzitter, maar de aardigheid is dat dat hele pleidooi van mevrouw Helder gebaseerd is op de gedachte dat de staatssecretaris allerlei tijdrovende maatregelen had kunnen nemen. Hoger beroep instellen, wachten tot er een uitspraak van de Hoge Raad. Stel je voor dat die uitspraak van de Hoge Raad bevestigend was geweest. Dan had de staatssecretaris niets gedaan en er waren 111 TBS'ers, zoals we nu weten, vrijgekomen. Nou, dan had mevrouw Helder gezegd, die staatssecretaris is nou helemaal gek geworden. En terecht, zou ik zeggen. Dus voorzitter, echt, als je goed naar het verhaal van mevrouw Helder luistert, klopt niet.
Mevrouw Helder. Ja, voorzitter, laat ik er dan één punt maar even uithalen. Dan wijs ik even naar het gerechtshof Arnhem. En de heer Van der Steur is jurist, dus die gaat dat zeker opzoeken op de site www.rechtspraak.nl. Gerechtshof Arnhem, 8 november 2012, met LJN-nummer. Hij weet als specialist wat dat betekent. B. Griekse I, 2685. En dan weet hij meteen dat mijn betoog wel klopt. En voorzitter, dan ga ik ook meteen verder. Daarnaast merkt de PVV voor de volledigheid nog op dat als je dan een taskforce instelt, je het dan ook wel goed moet doen. Waarom is alleen gekeken naar de periode 26 november 2012 tot en met 5 december 2012? Want de uitspraak van het Hof dateert van 31 juli 2012. En eigen onderzoek in de registers van uitspraken, daar komt hij weer, op www.rechtspraak.nl leverde mij al 4 zaken op in de tussenliggende periode. En er zat ook een zeer ernstig geval bij, voorzitter. Dus een vraag aan de staatssecretaris. Kan hij een brief naar de Kamer sturen waar dan alle cijfers in staan over mogelijk vrijgekomen TBS'ers naar aanleiding van de uitspraak. En ik zie dat ik moet afronden, voorzitter. En dat ga ik doen. En dan ook graag de bevestiging dat er geen TBS'ers vrijkomen, nu dat gezien de jurisprudentie dan ook niet meer nodig is. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw. Ja, laat ik maar weer eens opheldering verschaffen. De PVV heeft geen taskforce gevraagd en heeft schriftelijke vragen gesteld nadat die taskforce zijn werk had gedaan. En waarom? Omdat ik zelf in de tussenliggende periode van de uitspraak van het Europese Hof en de start van de taskforce zaken heb gevonden die buiten het resultaat van de taskforce zijn gevallen. Daarom staat er in de vragen ook, met name in vraag 2, vindt u niet dat alle cijfers naar buiten moeten komen? En vindt u ook niet dat burgers recht hebben op te weten hoeveel TBS'ers er nu daadwerkelijk buiten lopen? Dat is natuurlijk iets totaal anders als de vragen naar die er mogelijk vrij kunnen komen terwijl we wachten op een arrest van de Hoge Raad in het belang van een zaak in cassatie in belang der wet is ingesteld, terwijl we ook al een arrest van het Hof Arnhem hebben, die zoals gezegd de verlengingsrechter is. En daarom, voorzitter, heb ik ook in de eerste termijn een brief gevraagd met cijfers van alle daadwerkelijk nu vrijgekomen TBS'ers. En die brief heb ik niet gehoord, en dus die hoor ik nog graag. En afrondend, voorzitter, het is niet overtuigend dat een unaniem oordeel was in deze zaak, want het was in de zaak tegen Italië over de kruisbeelden in de klaslokalen ook. En de Grote Kamer verwierp dat vervolgens met 15-2. Dank u wel.